Hoi iedereen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Wauw. Ik ga jullie vandaag 3 haarstijlen laten zien. En als het goed is heb ik deze nog nooit eerder gedaan. Dus ben je benieuwd? Kijk vooral verder. De eerste is super makkelijk. Ik laat jullie zien hoe ik mijn knop maak. Dat is een super makkelijke manier. Ik weet niet meer waar ik die vandaan heb gehaald. Maar het is zo makkelijk. Je hebt binnen een paar seconden, denk 10, heb je wel. Wat je dus doet is, je gooit je haar naar voren en je doet alsof je een staart maakt. Op de plek waar je staart maakt, daar komt dus ook de knot. En dan draai je hem eigenlijk soort van naar voren. Het klinkt heel raar, maar als je het onder de knie hebt, dan is het heel makkelijk. En dan draai je het bovenop je hoofd naar elkaar toe. De tweede haarstijl. Ik ga laten zien hoe je een schuine vissengraat maakt. En dit is vooral voor beginners als je dit lastig vindt, zoals ik. Ik ben er laatst pas aan begonnen een beetje met leren, nieuwe haarstijlen aanleren. En deze vond ik heel leuk, dus die ga ik als eerst laten zien. Maak je een schuine lage staart. Als je dat hebt gedaan, verdeel je haar in 2 plukken, zoals ik hier doe. En een pluk van de ene kant breng je naar de andere kant. En ook andersom. Daarna breng je de pluk van de ene kant naar de andere kant. En dat doe je dus de hele tijd door. Oké, de vissengraat is klaar en nu ga ik hem uit elkaar trekken. En wat veel leuker staat is als je de voorste plukjes een beetje los trekt. Want dat ziet er messy uit en dat vind ik er altijd veel leuker uitzien dan dat je het niet hebt. Voor de derde haarstijl ga ik 2 vlechtjes maken, maar die trek ik dan uit elkaar, zodat het er messy uitziet en trek ik de voorste plukjes los. En deze vlechtjes vond ik, kon je heel leuk combineren met een hoed. Dat lijkt me echt super leuk. Alleen heb ik geen hoed. Dus ja. Yeah. Maar het zou wel leuk staan, dat weet ik zeker. Ik vind deze haarstijl vooral fijn, omdat je haar gewoon vast zit en het staat leuk. Dus dit was de video weer. Vond je hem nou leuk? Druk dat blauw duimpje omhoog en abonneer dat kan hieronder. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei! You were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day I discover something brand new. I fell in love with your body.